Dan gaan we naar de Belastingdienst. Ja, die komen namelijk met nieuwe cijfers waaruit blijkt dat steeds meer criminelen mensen oplichten en daar dan dus de Belastingdienst bij gebruiken. Dat doen ze bijvoorbeeld met appjes, met mailtjes, sms'jes en die komen dan dus zogenaamd van de Belastingdienst. In 2017 kregen ze daar 7700 meldingen over. In 2020 waren het er meer dan 160.000. Het Belastingdienst onderzocht dit naar aanleiding van het WNL-programma Stand van Nederland Generatie Next, waarvan vanavond de eerste aflevering te zien is. En daar hebben ze het onder andere ook over de veiligheid van banken. Nou, dit ziet er best veilig uit. Tegenwoordig is ons geld online opgeslagen. Hoe veilig is dat? Ja, in principe is het natuurlijk ook hartstikke veilig. Alleen zo'n bankgebouw is een stuk beter beveiligd misschien dan mijn eigen telefoon. Ik denk dat dat een groot verschil is met vroeger. Hè. Vroeger had je grote bankgebouwen met grote kluizen. En tegenwoordig heeft iedereen een eigen kluisje op zijn eigen telefoon of op zijn eigen computer. Hebben mensen ook door dat het onveilig is online? Als je mensen gaat bevragen, dan weten ze heel goed dat er risico's zijn. Alleen wat we heel duidelijk terugzien in heel veel studies, dat ze mensen hun eigen kennis en kunde overschatten. Dus ze weten wel degelijk dat er risico's zijn, maar ze denken ook wel, nou, ik kan best wel goed inschatten of mij wat gaat gebeuren. Ja, Stand van Nederland Generatie Next is vanavond om 9:50 te zien op NPO 2. Ja. Jullie wel eens van dit soort nepberichtjes gekregen? Ja, in overvloed. Ja. Iedereen wel zo ongeveer. Ja, en het is toch elke keer weer gevaarlijk, want je neigt toch te klikken. Mm. Oh ja. Dus maar nooit gedaan? Nog nooit gedaan, nee. Heel verstandig. Nee.